Goedenavond allemaal. Enige tijd geleden is er ijs ontdekt op de maan. En Hilton overweegt om een hotel te bouwen op de maan. En een week geleden is er een space shuttle de lucht ingegaan. En dat kostte heel erg veel geld. Prachtige projecten. Maar wat hebben we er eigenlijk aan? Daarover praten. Meneer S. Wilder, u organiseert een reisje naar de ruimte. Ja, klopt. Daar wil ik alles van weten. Het duurde 7 dagen. U bent 6 dagen in training. De 7e dag gaat u met een space cruiser omhoog. De space cruiser die hangt onder een skylifter. Dan gaat u naar 12 kilometer hoogte. Daar wordt de space cruiser losgelaten. Raketmotoren gaan aan. En u schiet door naar 100 kilometer boven de zeespiegel. Waar u ongeveer een 2,5 tot 3 minuten gewichtloos bent. Totaal van de trip duurt 3 tot 3,5 uur. En u landt weer als een normaal toestel, gewoon op aarde. Aangenomen dat ik dat allemaal overleefd heb, die kans acht ik zeer gering. Ja. Wat kost het dan? $98.000. Pardon. Dat is volgens mij bij de huidige koers 2 ton. 2 ton, ja, inderdaad. En wie gaat dat betalen? De mensen zijn er. Er zit iemand naast me. Meneer Wellinga, u wil dat betalen voor een reisje? Nou, een ruimte van 3,5 minuut? Nou, als ik het zou hebben, zou ik het wel doen. Maar ik zie het veel meer mogelijkheden in dit project om voor bedrijven te hanteren in een promotionele actie. In plaats van dat men nu een auto weggeeft of een safari, zou men ook kunnen zeggen, je kunt met ons 6 dagen, waarvan 1 dag dan in de lucht, het verhaal wat we net gehoord hebben. Ja, maar het is innovatief, het is nieuw, het is iets wat mensen graag willen. En het is compleet anders dan wat er in het hele promotionele land op dit moment te bieden is. En vanaf wanneer zou dat kunnen? Dat kan vanaf 1 december 2001. Maar ik kan me nu al bij u inschrijven, ja, bij wijze van inderdaad. Spreken. Dat kan. Permitteer de vraag, zijn er al mensen die zich hebben gemeld? Ja, dat is inderdaad. Er zijn in Nederland 4 mensen die geboekt hebben. En in Amerika weet ik op dit moment niet, maar dat zit tussen de 35 en de 40. En dat zijn niet mensen in een gesloten inrichting, maar dit zijn gewoon volwassen mensen die voor 3,5 minuut in de ruimte 2 ton willen neerleggen. Maar ja, vroeger het boek van Kuifje naar de maan. Als jongen droomde je ervan. En nu kan het. Het is voor, dus niet voor uzelf, maar u denkt aan relatiegeschenken voor bedrijven. Zoiets moet ik me dat voorstellen. Ja, als prijs in een prijsvraag en dergelijke, zoals ze die vaak kennen. We zien, je kan een auto winnen of wat dan ook. Nu kan je reis in de ruimte winnen. Ja. Fantastisch. Meneer Koppenschaar, u heeft geschreven een reisgids naar de maan. En daar kwamen allerlei voorspellingen in die volgens u zouden uitkomen met betrekking tot de ruimtevaart. Had u dit ook verwacht? Dit had ik al min of meer verwacht, ja. Ik begin mijn boekje ook met de trip naar Hilton Space. En nu hebben we dan dat Lunar Hilton. Maar dat was inderdaad ook zo'n voorspelling. Dus Baron had het Hilton al beschreven voordat Hilton er zelf op kwam? Nou, dat is niet helemaal waar. Baron Hilton heeft dus al eerder gezegd, als de lanceerkosten teruggaan van 40.000 gulden per kilo naar ongeveer $10 per kilo, dan ga ik een ruimtehotel bouwen en dat noem ik Hilton Space. Ja. Nou, met dat in de achtergrond ben ik gewoon verder gegaan van, nou, dat moet kunnen. En zo ben ik dus in feite die reisgids begonnen. En daar verder op geborduurd en dan ook dus reizen naar de maan en zo. En wat ziet u nog meer gebeuren op dit terrein? Op dit terrein? Nou, dat reisje van $98.000, dat is natuurlijk nog vrij duur. Maar dat is natuurlijk omdat het begin is. Je hebt ook andere firma's die dat proberen. Bristol Space, die hebben het dan over 10.000 gulden. En dan echt een reisje van 2 of 3 dagen om de aarde. Dat is natuurlijk niet in 2001. Ik denk dat die zo misschien 2003, 2004 dat zouden kunnen doen. Mm. En dat zijn dan in feite van die ruimtevliegtuigen die je omhoog brengen. En dan dus buiten de atmosfeer. Dat is trouwens een 2-traps ruimtevliegtuig. De ene trap met de 2 astronauten gaat dus weer terug naar de aarde. En het andere gedeelte gaat dus dan als een soort van, ja, een soort van ruimtestation om de aarde draaien. 2 tot 3 dagen wordt dan weer opgepikt en gaat weer terug. En een paar jaar verderop, wat kunnen we dan beleven? Een paar jaar verderop, dan voorzie ik dus echt die maanreizen. Ik bedoel, de maan is natuurlijk een hemellichaam dat vrij dicht bij de aarde staat. Gemiddeld 384.000 kilometer. Je bent daar dus in 2,5 dag. Dat is geen afstand. Kijk, naar Mars reizen, dat is natuurlijk een hele opgave. Ja. Bedoel, dan ben je 1,5 jaar onderweg. Ja. Maar 2,5 dag op en neer. Ik bedoel, daar zit je zo. Helemaal niks. Bedoel, naar Frankrijk rijden ben je net zo lang onderweg. Ja. Maar nou, mijn collega die hier ook aan tafel zit, Mark Tra, die heeft dat in een boek beschreven. Die zegt van ja, die ruimte die is eigenlijk zo dichtbij, 110 kilometer. Dan zit je in 8,5 minuten. Dus waar hebben we het hier eigenlijk over? Nou, we hebben het denk ik niet over de reistijd, maar de vraag waarom zou je het doen? Want wat is er leuker
aan een reis naar de maan, als die dan tegen die tijd betaalbaar en mogelijk is, dan bijvoorbeeld naar Zuid-Frankrijk? Nou, omdat wij dat willen. Kijk, ik bedoel, iedereen, er is vandaag bekend geworden dat, ze hebben een onderzoek gedaan naar Amerikanen en gevraagd, zijn jullie het mee eens dat al die dure Apollo-maanreizen zijn geweest? 500 miljard gulden of dollar, moet ik eventjes vanaf zijn. Maar dat was natuurlijk een hoop geld. 68% van de Amerikaanse belastingbetalers zegt nu, ja, wij vonden dat leuk. Ja, maar ik wil weten, zo'n reis naar de maan. Hè? Wat kan ik in godsnaam doen op die maan? Je kunt van alles doen. Je hebt 1/6 zwaartekracht. Hè, dat betekent dus dat je met je aardse sterkte, dat je daar alle wereldrecords kunt breken. Je kunt 10 meter hoog springen. Ja. Je kunt zwemmen en je kunt dus schoon springen van een 30 of een 60 meter duikplank. Ja. Hè, want je komt dus in langzame valtijd. Je kunt dus prachtige loopings gaan maken voordat je in het water komt. Mm-hmm. Op het moment dat je opduikt, dan ga je als een dolfijn het water uit. Want je hebt dus natuurlijk die kracht. Dus je gaat een hele plons. Ja. Ga je eroverheen. En je hebt dus andere sporten. Je kunt gaan kogelstoten, 154 meter. Je kunt gaan kolven. Op het moment dat je dus daar een kolfclub pakt en je hebt hem met een hoek van 45 graden, dan krijg je gewoon een ballistisch traject, kom je 1,9 kilometer ver. Je kunt je achterhoofd raken. Je kunt je achterhoofd als je heel hard slaat. Maar, ja, dat, is een beetje... maar dat kan hier toch ook niet? Maar niet als je er helemaal rond te gaan. Nu toch weer u bent, meneer Israël. U bent ruimtevaartdeskundige. Is de maan het eindstation voor ons? Nee, natuurlijk niet. De maan is net als het ruimtestation is een tussenstation. Je wilde de rest van het zonnestelsel verkennen. De meest voor de hand liggende plaats om te gaan bekijken is natuurlijk de planeet Mars. Maar je hebt ook andere planeten van het zonnestelsel, Venus, Jupiter is natuurlijk weer wat verder weg. En ook wat kleinere hemellichamen, die zijn misschien voor toeristische doeleinden niet zo interessant. Maar, U zegt zo met zo'n gemak van, nou ja, het interessantste natuurlijk om naar Mars te gaan. Waarom eigenlijk? Waarom zouden we dat allemaal willen? Omdat van alle planeten in het zonnestelsel Mars degene is die het meeste op de aarde lijkt. En Mars in principe geschikt is voor menselijke bewoning. Als je er nu naartoe gaat, dan is het allemaal niet zo aangenaam daar. Je hebt ongeveer een derde van de aardse zwaartekracht.